In de maand augustus zijn er maar liefst 5 incidenten geweest op plein 44 in Nijmegen. Groepen jongeren gingen elkaar verschillende keren op het plein te lijf en er was zelfs een steekpartij waarbij gewonden vielen. Voor de burgemeester, politie en het OM is de maat vol. Daarom kondigen zij vandaag strenge maatregelen aan. Wat opvallend is aan de verschillende incidenten is dat het telkens andere personen waren en vaak ook personen buiten Nijmegen. En daarom hebben de burgemeester, de politie en het OM besloten de komende tijd intensiever op te treden tegen het samenscholen van groepen jongeren op plein 44. Wat we doen is dat we een bepaling die we langer hebben, een samenscholingsverbod, actief gaan handhaven. Wat wil dat zeggen? Niet dat je als je met 2 of meer mensen dus in een groep daar bent, dat je wordt weggestuurd. Dus 5 mensen die komen shoppen in de Primark, die worden niet weggestuurd. Maar als je echt een dreigende of gewelddadige uitstralingen hebt, dan heeft de politie de ruimte om tegen zo'n groep mensen te zeggen, jong of oud, maakt natuurlijk niet uit, van hey, wegwezen hier van plein 44. Op die manier hopen we in ieder geval dat de reeks incidenten vanuit augustus worden afgebroken. En het helpt ons, via de politie ook, om nog wat beter te registreren wie er wel bij betrokken is. Want kijk, als er dan toch iemand is die een paar weken later weer terugkeert, kun je met die feiten in de hand wel bijvoorbeeld een gebiedsgerichte maatregel toepassen. Dat wil zeggen dat je ook richting personen kunt zeggen, we willen jou nou hier een aantal maanden niet zien. Als je het wel doet, is er een overtreding waar dan ook strafrechtelijk op wordt ingegeven. De maatregel is vanmiddag direct ingegaan en duidt er dus op dat de politie situaties ter plekke eerder beoordeelt als strafbaar samenscholen. Dat kan door te zeggen, hey, je mag niet samenscholen als je schijnbaar dit van plan bent of je daarop aanzet of een bepaalde dreiging uitzet die gewoon iets doet voor de sfeer, voor iedereen daar op het plein. En plein 44 is, zoals ik al jaren geleden gezegd heb, niet van de criminelen en de overlastgevers, maar van ons allemaal.